bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Hey. Even glijden hier? Ja. Heb je nog bepaalde voorkeuren, dames? Ja, ik wil nog even die gele. Die gele? Ja, die, deze bedoel je? Deze gele, oranje nee, of niet? Geel. Die gele, oh ja, die, ja, die is leuk hè? Dan vlieg je even. Ja, ik heb ook mijn mama toe. Wat? Een pilletje. Oh, oké. Okay. Oké, okay, nou wacht even. Nou, succes. Nou, ze zijn bovenin klaar. Daar gaan ze hoor. Oh, netjes, netjes. Netjes hoor, meiden. Ah, joh, ja, je lichaam is warm. Kom. Nou, we gaan nu naar die geel rode. Niet naar die oranje. Nee, nee, naar die geel rode. Dus die tweede etage. Nou, ik heb er eentje misgelopen. Wel gezwaaid, niet daar gezien. Dus we lopen daar nog een keertje. Ja. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het nu wel lukt. Oké, okay, het teken is gegeven. Ze komen er nu aan. Kijk. Oh, netjes meiden weer. Geen gekkigheden, hè? Het valt best wel mee. Ja. Oké. Okay. Dus daar ga ik nu in. Oké, okay, dat is met matje? Ja, maar matje moet je daar halen. Oké. Okay. Ja, je moet matje naar de achterkant van de... Oh, je moet speciale matjes halen ervoor. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan lopen we zo, ja. Ja. Oké, okay, nou, die is een glijbaan die we nog niet hebben kunnen doen. Erg heet. Zo. Hier is het lekker koel. Echo. Kijk, niet van die matjes die zo die handvragen hebben. Ja. Want dan geef je buik. Ja. Oké. Okay. Even kijken hoor. Ja. Nou, ze zeggen. Oh, dat is een aparte vloer. Nou, speciale matjes. Ja. Handvaartjes. Ja. Oké. Okay. Jij gaat niet mee? Nee, bedankt. Nou, dan zien we je zo beneden. Welke pak je? Donkerblauw. Donkerblauw. Oké, okay, is goed. Dat is mooi, onze kant is dat. Nou, dat is gezwaaid. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Ja, daar komt hoor. Ah. Ah. Nou, die ging redelijk goed, toch? Hij gaat niet super hard. Hij gaat niet hard, oké. Okay. Nee. Dan komen we uit dan. Als je gewoon zo erin blijft. Ja. Oké, okay, kom maar uit. Je bent de volgende wel ook dit. Nou, ging niet super hard. Nee. Maar misschien een wedstrijdje. Oh, ja. Ja, maar ik denk dat
denk niet dat jij wil. Nee, dat wil niet. Nee, maar andere misschien, misschien mijn mama's. Wil jij? Misschien mijn mama's. Dat is goed, maar zij niet. Ik heb de eerste keer toen ik jou afgelopen hier ook. Kijk, teken wordt gegeven. Ze zijn er weer. Yes! Ja, 1 etage hoog. Nou, de rest is er ook bij gekomen. Nou, het teken wordt gegeven. Dan moet ik snel wezen. Oh, botsing! Botsing! Heb je even? Zit alles nog? Ja. Oké, nou. Lopen we even naar die andere toe. We hebben die regenboog, kunnen we zo binnen door. Laten we deze mat dan even mee. Hey! Hey! Je ging als eerste, maar je kwam er niet ver genoeg. Je kwam als eerste beneden, maar je ging niet ver genoeg. Nou, nog een keer of niet? Je weet nou het moet. Heb je open gehad? Nee, nee, nee. Oké, ik zat helemaal hoog. Ja, precies. Je bent nog een keer. Oké. Okay. Ja. Oké, proef liggen. Je moet even. Je moet zo! Ja, maar je hebt het korter. Ja, maar je bent korter. Kijk, je moet dan zo. Kijk, je moet mijn arm korter houden. Ja, kijk, ik zag okay, je moet je arm korter houden. Oh ja, je moet je arm korter houden. Ja, je moet je arm kort houden. Ja, zo gaat het goed. Oh, dat ging niet meer over. Oké, armen kort. Ja, een keer kan. Ja. Een beetje zo. Ja. Oké, nou, we gaan nog een keer. Oké, ik kom nog altijd heel dom dat vaak. En alleen naar buiten ging ik. Maar de gele is prima zo, de buiten. Dus dan kom je alle vier tegelijk. Ja. Ik had blauw, groen, geel, oranje. Ja. Dan had ik hem ook. Oké. Maar niet uit. Wij staan in de groene, dus. Ja.
Toppers! Nou, het is alweer opeens is die dicht. Ja, dat is heel apart. Ja, ja, maar opeens gaat hij om 3 uur dicht. Het is wel. Ja. Nou ja, jammer dan. Oké, okay, nou. Andere? Ja. Nou, ik ja. Wel bij de markt zo weer gegaan. Nee hoor. Nee. Ja, het gaat allemaal wel op zijn. We waren dus wel de laatste die dag. Ja, we waren wel de laatste weer vandaag. Het meeste gooien ze gewoon dicht. Ja. Ik vind het wel schitterend. Moet ik niet even iets zeggen of zo? Een aankondiging of een klokje. Deze is die gewoon. Het meeste is die dicht. Maar dat hebben we afgelopen jaar weer vaker gehad. Sommige dingen zijn opeens open en sommige dingen zijn opeens gewoon dicht. Ja, ik zeg het van 10 tot 3. Nou. De afgelopen dagen was het ook nooit open. Nee, we zijn hier echt heel vaak natuurlijk om 10 uur geweest. Iedere keer heb ik daar gekeken of die open was. Was die ook niet open? Maakt niet uit. Ja, ja. Volgende. Ja. Zonder handjes. Oké, okay, ik zal het best vandaar komen. Ik wacht even tot ze zwaaien. Dan weet ik dat ze erin zitten. Zo meiden. Ja. All right. Niet nog een keer? Nee, ik moet wel niet wat zouden. Ik was meteen kwijt. Oké. Okay. Oh, joh, ik doe het nog goed. En welke ga je nu doen? De ene die zo gaat. En blauw. Oh ja, oh ja. Nou, dan gaan we er even heen lopen. Ja. Wat is dat zo? Daar, is dat zo? Timo, no! Waarom hoef je mij altijd? Ik wil even laten zien hoe het verschil is. Hier rechts zien jullie
allemaal water, speelplezier hier. En hier links, aan de andere kant van het hek, alleen maar woestijn. Overal om ons heen woestijn. Terwijl hier in het resort is een grasveld, is een voetbalveld, is een golfterrein. Alles is er. Alleen dan buiten het park is er helemaal niks. Dat is wel heel bizar. Gewoon aan deze kant van het hek is dus van alles en de andere kant niet. Dat houdt dus in dat je eigenlijk aan de andere kant ook prima kan bebossen. Als je het maar water geeft. Ja, dan wordt hier zoveel water verspild. Dan zou je bijna kunnen zeggen, gebruik dat verspilde water. Want er is echt zoveel water hier. En wat ik heel vreemd vind, maar goed, dat is natuurlijk iets waar wij natuurlijk in Nederland zijn we op dit moment z'n allen bezig. Milieu en besparing, minder douchen, zonnepanelen. Nou, windenergie. Juist, hier helemaal niets. Ik heb nog geen zonnepaneel gezien. Ik heb nog niemand 2 minuten zien douchen of langer, iets korter. Het is gewoon water staat hier continu te doen. Het is bizar, jongens. Het is bizar. Plastic rietjes, overal bekertjes. Misschien moeten ze dat eens eerst aanpakken. Voordat wij in Nederland overal worden op aangesproken en op geteerd en gekort. He, we beginnen eerst met de landen die echt het milieu vervuilen en het milieu misbruiken. Want dit is wel heel bizar hoor. Maar goed, we gaan nu weer even terug naar de glijbanen. Want daar zijn we voor. Oké, het teken is gegeven. Zo, klaar? Voor vandaag? Zo goed. Je hebt de gele, de blauwe gehad. Ja. Ik heb ze denk ik allemaal gehad. Je hebt ze denk ik allemaal gehad, hè? Behalve degene die gewoon dicht waren. Dicht waren. Zijn. Ja, dat klopt. Ja, toch nog even tegenvallen. Ja. Die van, daar ben ik wel bij. Ja, één hele keer. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. We zijn erin geweest. Je bent erin geweest. Maakt me niet uit. We zijn erin geweest. En ik ben er 2 keer in geweest. Even kijken, hier moet ze ergens zijn. Kijk. Margarita, volgens mij is het niet waar. Denk niet. Nee? Nee. Want? One vegetable and onion.
Two salami. Yes. Salami. Margherita. Saus bij? Saus? Nee joh. Nee. Zo, nou. Weer terug richting de bankjes. Ja. Hop, met de pizza. Ja, heel lang heb ik moeten wachten. Oké. Ja, het duurt dan wat langer, het drukker wordt, hè? Ja. En het bleek dat het nu nog wat rustiger was, omdat er heel veel Russen niet zijn. Russen ook? Ja. Ja, omdat die oorlog natuurlijk. Oh ja. En, maar heel veel kamers zijn hier door de Russen gehuurd. Maar die zijn er nu niet. Nee. Dus ja, dan... Meiden, wat is er aan de hand? Nou ja, er is dus in Amsterdam afgesloten omdat er een baby is geboren. Baby geboren? Er is gewoon een baby geboren in het water. Oh, nou. Ja, maar ze voelde niks, zei ze. Oh, jee. Nou ja. En nu heeft ze een baby. Ja. Die geboren is in Egypte. Hé, hey, dat is wel even. Cool, dan kun je wel proeven dat op school, dat je dus gewoon in Egypte. Ja, in een zwembad. Dat je woont in Rotterdam en dat je geboren bent in Egypte. Ja, ja, lekker schoonmaken dan. En is hier gebeurd. Ja, in dit zwembad. Ja, dat zwembad is wel een beetje verkleurd nu. Wat wees het? Nee, dus niet. Nee, een baby. Wat is het dan wel? Overgegeven. Oh, ja, dat heb je wel eens. Dat heb je met al dat eten hier. Ja, ja. Maar ik wil dat jullie beseffen dat al dat eten eruit is. We hebben het net tegen de andere lifeline. Ja. Maar ik wil dus nu te beseffen dat dus al dat eten wat eruit is gekomen, ja, ligt nu in het bodem ligt. Ja, dat gaan ze nu schoonmaken. Nou, dus geen baby. Nee. Oh. Dat zegt die. Wat heb je op? Pineapple juice. Oh, ananassap. Ja, ananassap. Ja, lekker. Ja. Ja, het is nu denk ik tegen 6. Ja, zo gaat het. 6 in de avond. En het is hier nog steeds rond de 30 graden. Ja, of 27. Het is 29 of zo. Het is nog steeds echt ontzettend warm. Ja, lekker warm nog. Laatste avondje. Ja. Dus ja, ik moet zeggen, het is lang licht hoor. Ja. Nou ja, goed. Maar het je is ook zo meteen... om 6 uur. Ja. Dan lang licht. Ja, maar zo meteen hier om 7:30 is hier donker. Ja, dan is het hier echt al heel donker. Dus dat... Dan zien wij de sterren, oftewel de dons. Ja. Ja, dat is de heldere hemel. In Nederland is het nog steeds een helder. Ja. En licht. Nou goed, we gaan zo donker, echt douchen donker. En klaarmaken voor de avond. Ja. Goh. Ga dan. Ga dan. We gaan terug naar de kamer. Dat is, het zwembad wordt afgesloten een beetje. Even kijken. Even hier. Bobbelie. Kom. We gaan. Een hand. Hij geeft een hand. 1, 2. Hop. Alright, thank you. Oké, we gaan. Ik
Alright, nou, het park is alweer op zijn retour voor vandaag. De glijbanen zijn dicht. Ja. De zon gaat onder. Ja. En die zon die gaat heel snel onder. Ja, nu echt. Dat gaat echt, binnen een kwartier is het donker. Ja. Ja, maar als de zon hier onder is, is het ook gelijk donker. Ja. Maar wel lekkere temperatuur nog steeds. Ja, dat is thuis niet. Nee. Nee, thuis is het heel lang. Nou goed, wij gaan ons even klaarmaken. Ja. Voor de avond. Nee, maar je. Zo, nou, ze hebben kennis. Die snorkels zijn wel zo droog. Die waren wel wat. Ja, die hebben we nat. Oh, die ja, dat ga je doen. Oh, dat kan. Kijk. De stuiterbal. Ja, duikt ze de stuiterbal op. Oké. Dus gaat ze eigenlijk met de kop onder water? Ja. Ja, dat is goed, dat is niet vol. Nee. Oké, okay, nou. We hebben beter adem. Jo, kan dat joh. Oké, okay, nou. Als je staat, en je je hoofd zo, dan loopt hij leeg. In op je borst, ja. Dan loopt het water eruit. Alright, ja. Ready? Hij ligt erin. Ja, dat hoor ik. Are you ready? Ja. Dat was een hele andere kant op. Hè? Dat was niet die kant op. Dat was niet die kant op. Oh, yes. Maar we zijn wel mijn oren dicht, hè? Ja, ook dacht ik je oren dicht zaten. Nee. Oh, je oren zitten niet dicht. Nee. Oh. Nou. Oké. Okay. Mag ik? Ja, je mag. Wat zou ik eens gaan zoeken? Ja, wat zou je nu gaan zoeken? Ja, hè? Oh. Ja, je ziet natuurlijk die glittertjes bewegen. Nee. Oh? Dat doet het goed. Nou, doet het wel. Nu is het water koud. Is het hier warmer? Huh? Is het hier warmer? Ja. Nee, ik moet er ademen. Nou. Alright. Het is net een hond, hè, eigenlijk. Ja. Ja, goh. Oké, okay, ga je gang. Dames, klaar voor het eten?
Ja, het is 7:30. 7:30? Nee, toch 7:30? Oh nee, 7:30. Ja. Dan moeten we gaan eten. Waar is die kleine? Nou, die is misschien wel daar zwak van. Waar is die kleine? Hier. Oh, daar. Wat ben je aan het doen? TikTokker? Nee, ik zal gewoon foto's kijken. Gewoon foto's kijken, oké. Okay. Hey, ga je mee eten? Ja. Alright. Let's go. Yes. Dag 7. Laatste avondmaal. En middagmaal hebben we vandaag niet gehad. Nee. Ja, het zijn ook heel veel mensen van, ik zit hier jongen. Ja, ik ben laatste event. Hoe is dat? Nou, dan ga je even zitten, Apie. Hey, dat is bezet, dat is bezet. Ja, het is nu wel heel druk, hè? Ja, het is echt bizar. Heel druk. Oké, nou de rust is weg. Oké, we pakken een bord. En we gaan even rondkijken. Ja, het is nu echt... Oké. Nou, even kijken. Wat hebben we allemaal? Ja? Ja. Ja. Nou, dus even kijken. Ik zag alweer puree. Ik zag alweer vlees. Dus er zit er van alles tussen. Blijf rustig staan, meneer. Ja? Ja, echt hè? Hai, hai. Oké, en hier. Kijk wat hebben we hier. Lekker. Lam. Lammetje. Dit. Oh, hier. Dat is een... Lekker. Lekker. Broodje, dat is een broodje. Ja. Pita broodje. Ja. Pita broodje. Gyros. Met gyros erin. Het duurde echt heel lang. Ja, heel lang. Maar goed. We komen er wel. We komen er wel. Wat hebben we hier? Kijk. Wat staat erop, hè? Couscous. Ja. En hier weer macaroni en spaghetti. Ja, ik wil vandaag ook mee. Oké. Ben lekker met toetje bezig. Die ijsjes hebt hij alweer. Gaan we even buiten kijken? Ja. Nou jongens, het is weer lekker. Ja, ik denk dat ik wel zo'n... Wat is? Zo'n broodje met vlees neem. Oh ja. Die vind ik wel lekker. Ja, dat vind ik wel lekker. Ja, die mevrouw die heeft haast, maar die dat komt goed. Dan gaan we hier kijken wat ze hebben. Ja, even dichtbij kijken. Wat hebben ze? Kijk even. Spaghetti. Ja, moet je op mijn bord kijken. Vies. Oké, wat is het? Fish? Chicken. Oké. All right, not enough. Thank you. Thanks. Oké, nou dat ziet er ook allemaal lekker uit. Chicken. Okay. Nou, dan gaan we naar binnen. Gaan we naar de andere kant kijken, want er zijn twee kanten. Ja. Oh, de hand. Dus... Helemaal open doen? Ja. Ja, hij zit los. Hij zit los, oké. Nou, hebben we hier links ook nog. Hey. Wat? Kippen. Kippie. Kipnuggets. Kijk, nieuwe kipnuggets. Ja. Lekker. Oh, een stik er eentje in, een stukje kip. Ja, dan hebben we hier kijken. Oké, hier. Wat hebben we hier allemaal? Allemaal lekkere dingen. Maar dat is allemaal suikerachtige goedjes, dat is aan het eind van de rit. Ja. Dus daar hebben we nu niet zo gedaan. We hebben heel veel lekkere dingen. Ja, het is bizar altijd. Oké. Ja, brood, altijd goed. Ja. Hier salades. Salades allemaal. Lekker salades, sausjes. Komkommertjes, worteltjes. Kruiden. Salade. Alles. Sauzen. Salade. 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 Kijk hier ook. Wat? Nee. In de andere hoek. Kijk hier ook. Ja. Salade. Nou, weet je wat het gaat worden? Ja. Wat gaat het worden voor jou? Ja? Patatje. Oh, origineel, ja. Ik weet het niet echt.
Nou, ik ga voor zo'n broodje gyros. Dat vind ik wel lekker. Ja, ik ook. Maar ik wil ook nog pasta. Ik wil ook dat. Maar... ja. Geef het eens je maag vol natuurlijk. Ja. Nou, we gaan even kiezen. Jullie zien zo wat we gaan hebben genomen. Ja. U zit lastig, jongen. Niet normaal. Ja. Oh. En dit is het geworden. Ja. Lekker. Dat broodje ziet er goed uit. Ja. Ik ga eerst... we hebben het gewoon met een gezonde broodje. Maar wel lekker met een spicy saus. Ja, dat heb ik dan weer niet. Nee, je hebt ketchup. Ja. Nou, eet maar een appie. Dank je. Je kijkt je oog uit, je bestelt één Fanta en hij weet gelijk wat anderen al ook besteld hebben. Maar water! Oh, en ik bestelde één Fanta. Daar komt hij zo goed op. Nou ja, goed, dat maakt niet uit. Even kijken. Eén van de twee. Ja, ik weet het niet wat ik heb. Je weet niet wat je hebt? Oh. Een klein beetje aan mijn... uit je comfortzone. Ja. Vis. Ben je benieuwd? Ja, ik ook. Oh. Heb je nog geen last van je darmen, maar dat krijg je nu wel. Ja, nou ja, ik ga nou toch naar. Ik ga toch naar, ja. Kijk, dat is lekker. Pasta. Ja. Nou, ik maar. Dank je. En jij bent blij? Wat had jij? Pasta. Pasta. Pasta bolognese met een beetje kaas. Ja, heel veel leven, ja. Welk pasta gaf? Nee, hetzelfde net. Ik dacht eigenlijk pasta. Ja, nee, ja. Ik doe het maar mee. Ja, we zijn nu even een kleine 10 minuten verder. Ik zie jouw bord aardig goed leeg. Dat gaat lekker. Ja, gaat goed. Hier gaat goed. En jij zit in je toetjes. Dat is ook wel erg lekker. Oké. Okay. En jij zit nog steeds in je spaghetti. Nou, gaat het goed komen? Denk het. Je denkt het? Oké, okay, ja, ik heb mijn ijsje op. Ik ben helemaal klaar, dus ik... nou, eet smaak nog even. Dank je wel. Ik hoor iemand lachen. Hé. Wel? De machine van de vanille en chocola en weet ik veel andere dingen. Ja? Daar staat geen stroom meer op, hij doet het niet. Dus alles schep hebben ze schepijs. Oh, en wat heb je nou voor ijs? Oreo. Oh, lekker. Nou, geniet ervan, Appie. Lekker, eet smaak nog even. Dat was de laatste avond. Ja. 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 Ja, ja. Ik ben wel echt moe. Ben je moe? Ja. Oké. Okay. Weer naar huis. Ja, ook wel lekker hoor. Ook wel lekker. Ja. Nou, we lopen even van de dansen weg, jongens. Want je hoort toch de muziek achtergrond. Ja, is hard. Dat is wel lekker hard. Nou jongens, dit was dag 7 alweer. Het is echt ontzettend snel gegaan. Morgen gaan we natuurlijk naar huis toe. Ik zeg je eerlijk, ik vind het ook wel lekker om weer naar huis te gaan. Gewoon lekker weer bij de kat te zijn en gewoon weer lekker thuis. Dus en weer lekker in mijn eigen bedje, ook een heel goed idee. Maar we gaan nu nog even lekker slapen. Ik moet wel zeggen, ik ben nu hier aardig aan het vervellen.
Dus ik ben heel erg verbrand. Ook op mijn gezicht. Hier ben ik verbrand. Het ziet er dus echt niet uit. Dus ik ben helemaal rood. Maar ja, dat is dus een beetje wat er nu is bij mij op mijn gezicht. Dus ik ben ontzettend rood. Ik ben wel echt ontzettend moe. Dus ik ga nu gewoon lekker slapen in het laatste nachtie. Hier zo. En dan gaan we lekker naar huis en richting Schiphol. En dan, of hoe dat ook hier heet. Ja, ik denk Schiphol. Maar richting Schiphol in ieder geval. En dan gaan we vliegen. Ik zie jullie morgen. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!